Welkom bij de tweede aflevering van Destination Oosterwijk, de Road to Porsche Centrum Brabant. Inmiddels is de sloop van het oude pand succesvol afgerond en heeft de aannemer het terrein overgenomen. De bouwvergunning is inmiddels afgegeven door gemeente Oosterwijk, waardoor dus snel gestart kan worden met de bouw. Binnenkort zullen we de eerste vorderingen gaan zien van Porsche Centrum Brabant. En de volgende keer dat ik hier sta, zal met een bouwhelm zijn. Want er zullen bouwwerkzaamheden in volle gang zijn. Wij zijn uitgenodigd bij Quadrant 4 in Oosterwijk. We zijn een lokale partner van de bouw en zullen verantwoordelijk zijn voor projectmanagement van Porsche Centrum Brabant. En zullen ze zelf meer vertellen over de begeleiding van het bouwtraject en waarom Porsche Centrum Brabant een van de duurzaamste panden in de regio gaat worden. Op dit moment hebben ze een meeting over het project, dus daar gaan we snel bij aansluiten. We zijn natuurlijk allemaal erg benieuwd naar de vervolgstappen en planning omtrent de bouw. Maar eerst stel jullie even voor en welke rol speelt Quadrant 4 in de bouw van Porsche Centrum Brabant? Nou, ik ben Rudy van der Water van Quadrant 4. We zijn de projectmanager voor dit werk en de duurzaamheidsadviseur. En op dit werk wordt de BREEAM label van kracht en als ambitie is het excellent. Mijn naam is Robert, ik ben Business Development directeur bij PGZ, het overkoepelende bedrijf waar ook Porsche Centrum Brabant toe behoort. Kunnen jullie uitleggen wat BREEAM precies inhoudt? BREEAM is certificering van een gebouw op 9 categorieën en dat gaat van energiegebruik tot het wonen en het leven in het gebouw. Als met name ook de kwaliteit van het gebouw, dus daarmee wordt het in een ander daglicht en in een kwalitatief hoger niveau gepositioneerd. Hoe gaan we BREEAM terugzien bij Porsche Centrum Brabant? Als klant eigenlijk niet zozeer. Omdat BREEAM, en dat zal Rudy straks uitleggen, zit natuurlijk heel erg in het bouwkundige van het gebouw verborgen. Maar we hebben op het buitenterrein enorm veel rekening moeten houden met de natuur. Hè? Maar daar staan bijenhotels. We moeten zelfs rekening houden in de nacht met de vluchtroutes van vleermuizen. Aan de achterkant van de kavel moeten we rekening houden met de trek van insecten. We hebben vogelkasten op het terrein. We moeten bepaalde bomen zetten. We moeten onder de grond water op kunnen vangen op eigen terrein. En zo is het een hele lijst die misschien niet duidelijk is als je aankomt en het pand bekijkt. Wat maakt het zo moeilijk aan een autoshowroom om deze BREEAM excellent te maken? De isolatiewaarde van het gebouw die moet 3 keer zo hoog worden als je eigenlijk standaard zou doen. En dat was een opgave. Bijvoorbeeld al het glas in de showroom. Om dat extra isolerend te maken, ja, dat is een hele opgave ook. Hè. Dus het leuke wat Rob net zei met al die dingen van planten en dieren eromheen. Dat is tastbaar en zichtbaar en dat geeft een ander gevoel. Maar dat gebouw, ja, het blijft dezelfde gevel, het blijft dezelfde raam. En als je dan toch daar zoveel voor meer moet gaan investeren, dan is dat een hele doelbewuste keuze om duurzamer te zijn. De toekomst in en voor het energiegebruik in het gebouw. En dat is een hele puzzel geweest om een mix te vinden tussen enerzijds die eisen die wij qua uitstraling en qua functionaliteit nodig hebben, versus wat er nodig is om aan al deze hele strenge BREEAM Excellent normen te voldoen. Wat moet er bouwtechnisch gebeuren om de status Excellent te behalen? De isolatie van de gevel die is vele malen hoger als standaard. Al het glas is van de normale dubbelbeglazing naar een trippelbeglazing gegaan, dus dat betekent extra hoog geïsoleerd. Er zijn vooral kantoren, zijn meer lucht en meer ventilatievoorzieningen toebedacht om het comfort in die kantoorruimtes te verbeteren en te verduurzamen. Maar ook het gebruik van materialen, dus daar zit de spanning. De CI van Porsche schrijft een bepaald product voor, maar het moet ook aan bepaalde milieuklassering gaan voldoen. Dus daar zit een zoektocht in wat wordt er standaard gevraagd en wat mag het nu worden vanuit die duurzaamheidscertificering. Waarom is deze certificering zo belangrijk en wat heeft dit met Porsche te maken? Het voor de hand liggende antwoord is natuurlijk dat Porsche een merk is wat ook enorm met de toekomst bezig is. We hebben het over elektrificatie, we hebben het over, op de iets langere termijn over de brandstoffen, de synthetische brandstoffen, de milieuvriendelijke brandstoffen die ze aan het ontwikkelen zijn. Dus wij vonden dat we absoluut mee moesten in die drive die Porsche daarin ook geeft. Een tweede reden is dat we natuurlijk naar Oosterwijk gaan. Oosterwijk staat bekend in Brabant als de groene parel van Brabant. Dus ook daar, als wij hier komen met een heel groot bedrijf, vinden we dat we in lijn moeten blijven met het thema van deze regio. Dat past heel goed. En zoals Rudy al zei, BREEAM is op
op 9 factoren wordt je gemeten. En dat is niet alleen milieu, maar dat heeft bijvoorbeeld ook te maken met het binnenklimaat voor je mensen. Hoeveel daglicht krijgen ze? Hoe comfortabel zijn de ruimtes? Hoe is de luchtbehandeling, de verwarming, al dat soort zaken. Dus eigenlijk raakt BREEAM een alles van merk tot aan onze mensen zit daarin. En daarmee, in dat hele, die hele combinatie daarvan, moet uiteindelijk voor onze klanten ook gewoon een betere beleving opleveren. Mooi om te zien wat er op het gebied van duurzaamheid allemaal gedaan wordt. En fijn dat we even aan konden sluiten bij deze meeting. Uiteraard zijn we benieuwd hoe dat zich straks allemaal in de praktijk ontwikkelt. Ja, wij natuurlijk ook. De bouwkavel is nu nog leeg, maar nu moeten we al rekening houden met BREEAM. Niet alleen wij, ook de aannemer. Daar zijn hele strenge eisen eigenlijk aan. Ja, de aannemer heeft met slopen hebben natuurlijk al rekening gehouden wat we heel materiaal gaan hergebruiken. Dus het pand is gesloopt en heel veel van de puin wat gesloopt is, wordt in de ondergrond verwerkt. Maar daarnaast moet hij ook tijdens de bouw als een afvalstromer beter scheiden. Maar ook alle ritten naar de bouw toe worden geregistreerd. Dus waar komen ze vandaan? Om te proberen met zo min mogelijk verkeersbewegingen of CO2-bewegingen eigenlijk, zeg maar, die bouw te realiseren. Wil je nog meer weten over BREEAM Excellent? Bezoek dan onderstaande website voor een nog uitgebreider interview en meer informatie over de bouw van Porsche Centrum Brabant. Namens Porsche Centrum Brabant zie ik jullie graag de volgende keer weer vanaf de bouwlocatie met de werkzaamheden in volle gang. Volg ook de social media kanalen van Porsche Centrum Eindhoven en mis niks van deze serie. Destination Oosterwijk, the road to Porsche Centrum Brabant.